van Malta is een katholieke adellijke orde met de zorg voor zieken en hulpbehoevenden als voornaamste taak, zowel nationaal als internationaal. En de orde organiseert jaarlijks een bedevaart naar Lourdes, waaraan meer dan 30 nationale associaties deelnemen. Ik ben directeur van de Lourdes Bedevaart. Voor mij is het belangrijkste van deze bedevaart dat wij mensen die in een sociaal isolement verkeren meenemen naar een plek waar ze weer rust kunnen vinden, weer samen kunnen komen. Een van de indrukwekkende momenten is eigenlijk de lichtprocessie. Dat we 's avonds laat Maria vereren met lichtjes, met kaarsen. En daar spreekt dan een gevoel van saamhorigheid. Dat zijn de momenten dat ik de tranen in mijn ogen krijg. De ellende die ieder mens met zich meedraagt, delen, maar daar tegelijkertijd kracht uit halen om weer verder te gaan met je eigen leven. En een ander belangrijk doel voor mij is dat wij onze vrijwilligers daarin meenemen. Jonge mensen, oudere mensen, de mix, zodat ze samen een belevenis in Lourdes meemaken. Nou, als orde hebben we 3 doelstellingen. Onze leden streven naar een bewuste en consequente christelijke levenshouding in woord en daad. Onze leden zetten zich in voor de zieke en hulpbehoevende medemens. En de leden van de orde koesteren en bevorderen de onderlinge saamhorigheid, de onderlinge vriendschap. Dat zijn de 3 pijlers van de orde. Van origine zijn wij een orde van uitsluitend katholieke edelen. Maar sinds een aantal jaren hebben we de deur ook op een kier gezet voor niet-adellijke leden, de zogenaamde magistrale ridders en dames. Met deze 3 slagen sla ik u tot ridder in de Orde van Malta en wordt u opgenomen in de Associatie Nederland. U hebt al een verslag gezien van onze Lourdes Bedevaart. Daarnaast organiseren we elk jaar een nationaal en een internationaal gehandicaptenkamp. En zo 20 jaar geleden heeft een lid van onze orde een hospice in Vleuten opgestart. En dat is een project dat we uitvoeren samen met de Jonieterorde Nederland. De Orde van Malta die organiseert 1 keer in het jaar internationale en nationale gehandicaptenkampen. En deze kampen zijn bedoeld voor jongeren tussen 20 en 30 jaar met een lichamelijke beperking. De hele week verzorg je eigenlijk je buddy. Dus je wast diegene, je brengt ze naar bed, je staat ermee op, je geeft ze te eten. Maar je luistert ook heel erg naar de verhalen. Sommigen die zijn geboren met een open ruggetje, anderen hebben een enorm verschrikkelijk ongeluk gehad en die moeten daarmee leven. Er zit ook een heel groot verschil tussen. Maar het zijn wel jongeren van jouw leeftijd. En zo worden ze ook behandeld tijdens die week. Het is heel erg dat je gaat naar de plaatselijke kroeg, ga je lekker drinken. Dus los van de bezinning en de verdieping is het ook heel gezellig gewoon. Ik ben bestuurder in het algemeen bestuur van het Johannes Hospicium in Vleuten. Ik kan me goed herinneren van een meneer die enorm genoot van het eten wat we klaarmaakten. Kijk eens op. Zo. En als je naar hem keek en je hoorde hem praten, dan dacht je eigenlijk, deze meneer hoort niet thuis in het hospicium. Die is op de top van zijn leven en de volgende dag was hij overleden. Ik denk dat dat heel goed illustreert hoe mensen in het hospicium iets meekrijgen wat zo bijzonder is, dat dat alleen maar kan komen door wat we daar aan de mensen geven. Maar het is net zo lekker als thuis, hoor. Ja, echt. Ja. Ja. In Nederland heeft de orde zo'n 125 leden. En op eigen kracht zouden we deze werken nooit op deze schaal kunnen uitvoeren. Voor al hun bijzondere verdiensten voor de orde. Ze dragen vandaag voor de ondersteuningen. We zijn afhankelijk van een grote groep trouwe vrijwilligers en een aantal financiële donateurs. We zijn hen veel dank verschuldigd en we hopen met hun ondersteuning onze goede werken nog vele jaren te kunnen uitvoeren. APPLAUS